Gevaarlijke verhaal vertellen van Wolfgang en Isbrand, die als twee gewone jongens in Dorenstad werden geboren en uiteindelijk als grote helden werden geëerd. Het verhaal begint in Dorenstad en het jaartal is 850 na Christus. Er moet voor de winter een nieuw dak op het huis. Als ik ga smeren, krijgen we de grootste ellende. We hebben geen geld. Dat weet je toch? Wij zouden kunnen proberen om eens een opdracht aan te nemen. We hebben grote schulden, we moeten alle eindjes aan elkaar knopen. Nou, zo kan het niet langer. Ik werd vandaag aangesproken door Rotke, de wijnkoper. Hij wil dat ik een armband ontwerp als huwelijksgeschenk voor zijn dochter. Kan hem niet schelen wat het kost. Geweldig, Adelwin, dat is goed nieuws. Als jij die opdracht aanneemt, dan zijn wij voorlopig uit de zorgen. Ja, ik weet het niet, Betta. Die man die kan nog geen kiezel van een edelsteen onderscheiden. Maar ik ben wel meester edelsmid, Betta. Nou, en? Wat doet dat er nou toe? We hebben geld nodig en alles wat jij kunt aannemen, moet je aannemen. Geld is het belangrijkste. Ik zal wel bij hem langsgaan en vragen wat ik zien wil. Goedemorgen, Wilfijn. Wat kan ik voor je doen? Wat zou een reisschip uit Keulen nou aan mij willen laten zien? Ja. Hoe kom je hier aan? Dat is echt toch. Dit ook? Ja, alles. Dat is iets anders. Wat is je prijs? 10 dinariën. Alles bij elkaar. Betta! Betta! Betta, ik heb mijn meesterstuk terug. Ik heb hem ooit gemaakt in opdracht van het hof. Ach, weet je dat wel zeker? Heb je het goud getoetst? Ja, hoe kan nou een juweel van het hof van de keizer terechtkomen bij een opkoper uit Keulen? En je moet je toch niet zadel in. Betta, ik vergis me niet. Ja, het is zo beschadigd. Hoe weet je nou dat het jouw werk is na zoveel jaren? Betta, je meesterstuk. Dat is iets als je eigen kind, toch? Kijk, het is een broche en ik heb allemaal christelijke motieven ingewerkt. Zie je die twee kruisen die elkaar besnijden in het midden? Met die grote rode almandijn? Die staat als symbool voor God, de Vader. En het kruis loopt uiteen in vier kleine almandijnen. Die staan voor de vier evangelisten. Nou, dat ontbreekt er even. Die zal ik moeten vervangen. Als jij daar een koper voor kunt vinden, zijn wij aan te zorgen. Dit is te verkopen? Hoe kom je daar nou bij? En bovendien, wie kan zoiets kostbaars nou betalen? Wat dacht jij van Rotger, de wijnkoper? Dat is de enige die zoiets kan betalen. Ach, doe het, Adelwin. Dan kunnen we eindelijk een nieuw dak laten plaatsen. En ik kan eindelijk eens wat nieuwe kleren kopen. Nieuwe kleren? Hoe kom je daar nou bij? Dit stuk ga ik niet verkopen. Oké, ik heb er niet aan Rotke verkopen. Begrijp je dat dan niet? Bovendien, ik heb nog niet eens gerepareerd. Nou, daar zou ik dan maar eens mee beginnen als ik jou was. In de dagen die volgen houdt Adelwin zich bezig met het repareren van het sieraad. Hij begint met de speld aan de achterkant vast te maken. Daarna zoekt hij een passende almandijn. En uiterst voorzichtig buigt hij de randen van de vatting uit één. En met een tangetje legt hij de almandijn in de open vatting en buigt de vatting behoedzaam dicht. Plotseling klinkt er een donderslag en een stem die zegt: Gagrot, ik ben de Fidula van Dorenstad. Ik kom met een waarschuwing. De vikingen komen. Zij zullen Dorenstad vernietigen. Dood en verderf zullen ze zaaien. Dorenstad zal van de aardbodem verdwijnen. Iedereen die werken kan,
zal worden weggevoerd om als slaaf te dienen. Ik waarschuw u. Bescherm uzelf. Adam, wat was dat? Ik hoorde een donderslag en ik meen een stem te horen. Het sieraad sprak bij hè? Ik kan het niet geloven. Hij waarschuwde ons dat er rampen over door de stad zullen komen. Ja. Ben je ziek, Adam? Hoe kan een sieraad spreken? Ik ben niet ziek, Peppa. Het sieraad sprak. Hij noemde zichzelf Fibra, waarschuwde ons dat de hele stad vernietigd zal worden. Ik deed allemaal lijn terug in zijn vatting. En plots niet van de stem. Wat moeten we doen, Adelin? Oh, met een steentje los. Het is godswonder. In ieder geval moeten we iedereen waarschuwen. Maar één ding begrijp ik niet. De Fibra zei... Ja, wat is de Fibra? Zo noemt hij zichzelf Fibra. Maar één ding is zeker. We kunnen hem niet verkopen aan Roger. Want hij mag beslist niet in verkeerde handen vallen. Nee, daar heb je verkeerd. Dit stuk zal ik nooit of te nemen meer verkopen. Maar nu moeten we actie nemen, Petra. Waarschuw Wolf en Isbrand. Zij zijn jong en kunnen hard lopen. En iedereen waarschuwt. Ziet dat ook, Petra? Edgar? Hallo man, Wolf, zijn jullie thuis? Petra, Petra, wat is er aan de hand? De Vikingen, ze komen. Iedereen moet gewaarschuwd. Heel door de stad. De Vikingen? Hoe kom je daar nou weer? Ja, het is waar, de Fibula voorspelt het. De Fibula, wie is dat? De Fibula, dat is een sieraad dat Adelwin ooit heeft gemaakt en verkocht. En nou heeft hij terug helemaal uit Keulen. En het is een bros met voorspellende krachten. En het is echt waar, je moet het geloven. Vikingen, hierheen komen? We zijn hartstikke arm, er is hier niks te halen. Lach me niet uit, je zult er spijt van krijgen. Misschien is het waar, moeder. Adelwin verzint niet zomaar iets. Ja, ja. Jij begrijpt het tenminste. En jij hebt jonge brengen. Vlug, ga Isbrand waarschuwen en waarschuw samen de hele stad. Ik ga ook mijn vader halen. Ja. Isbrand. Kom wat mee. Is er? We moeten mijn vader waarschuwen. Waar? De Vikingen komen. Kom. Erken, vader. De Vikingen komen. Oh mijn god. Zal Dorenstad dan toch in hun handen vallen? Dat laat ik niet gebeuren. We moeten ons bewapenen. Maar waarmee? We hebben geen wapens. Met stokken. Stevens, katapulten, alles wat we maar kunnen vinden. En laat de mannen zich verzamelen. En wat moeten wij doen? Meehelpen. Of nee, jullie gaan naar de haven. Jullie zijn de ogen van Dorenstad. Dat weet ik, maar wat moet ik doen? Kijk in mijn hand. Breng die steen terug en hij krijgt
Wat is dit? Mijn vraag, Wolfke. Mijn vraag voor wat Dorenstad is aangedaan. Breng de mannen terug. Zonder mannen zal Dorenstad niet verder gaan. Ik loop het aan, Marien. Ik zal het doen. Dan is het goed. Marien. Nee. Marien. Hij is dood. Ja. En wij zijn niet dood. Wij gaan doen wat we beloven. Wij brengen jouw vader terug naar Dorenstad. Die carrière. Kom. De jongens laten verwoest Dorenstad achter. Er wacht hen een reis vol gevaren. En of ze ooit zullen terugkeren, kan niemand voorspellen. Behalve misschien de fibula. Gevaarlijk. Nee toch, we gaan gewoon ergens op een vrikjeschip zitten en dan wachten we gewoon tot ze wegvaren. Zo simpel is het. Ik weet het niet, Wolfe. We zien zeker voor je ziekenland aankomen. Zo kunnen we ons niet verborgen houden en dan is het openlijk op. Misschien is het of mijn vader slaapt. Of misschien worden we wel vermoord. Ja, zou wel geluk gehad. Die kan niet snappen. Ja, en ik weet ook niet waar mijn vader is en misschien denk je wel dat we allemaal dood zijn. Maar daar ga ik toch niet mee, hè? Dan ga ik wel ineens op jouw vader zitten. Dat gaat je nooit lukken. Oh nee? Dat zullen we nog wel eens zien. Ik vertrek morgen, of jij me wel of niet mee. Wacht, Wolfen. Kunnen we niet beter regelsvol achter gaan? Hier opkeer en slaveren. En dan proberen we om op een stuk te komen en zo naar die kerk te varen. Nee, goed. Dan lopen we de vikingen. Maar vind jij dat niet echt? Zie je me? Oh, wacht. Maar wie moet het anders doen? Maar kom, we hebben nog iemand in. Ja, als ik bij jou boven natuurlijk. Ik neem een mes en mijn buurwijzer. En natuurlijk de fibula. Laat je me eens zien. Heb je dat steentje ook bij je? Ja, die hangt hier aan een draadje om mijn nek. We hebben een grote zak nodig waar we al ons spullen en het eten in kunnen doen. Maar hoe komen we een extra eten zonder dat iemand het merkt? Er zijn niet veel mensen hier die dat zullen merken. Is dan. Maar laten we daar nu even niet aan denken. Het is bijna ook seizoen, dus we kunnen pastinaken, kool en uien halen. We hoeven toch niet alleen groenten te eten? Nee, maar nee, we kunnen ook een gedroogde vis en grote vlees meenemen. Appen. Als ik naar de appen ga, ga jij dan wat keizer dus proberen te zoeken? Nu kan straks naar onze hut. Er is niet veel over van Dorenstad. De stad is totaal verwoest. En de mannen zijn op voort om een slaven te dienen. Maar Wolf en Isbrand laten het er niet bij zitten. Pas beraden gaan ze op zoek naar wat ze voor de reis nodig hebben. Tussen de puinhopen zoeken ze nog naar iets eetbaars. En wat ze vinden doen ze in hun reiszakken. En na een uurtje hard werken ontmoeten ze elkaar op de weg naar hun geheime hut. Ik vervloek ze. Mogen toch ze allemaal verpletteren met zijn machtige schijthaal. Hoe durven ze mij te verwonden? Mij, de zoon van Ulf, de raadman van de machtige Rorik Haraldsson. Ik ben gewond en misschien moet ik sterven. Om bij de goden aan de eettafel te zitten. Naar Stor en Odin. Maar het is goed. We hebben veel dommelaarlanders gedood en gevangen genomen. Mij te overweldigen was puur geluk. Au. Was ik nou maar niet gewond aan mijn belarm? Maar het heeft pijn. Misschien is hij gewond. Misschien is het een viking. Moet je niet helpen? Ben je gek? We gaan mijn vader niet helpen. Ze hebben mijn vader meegenomen. Ja, maar ik dan. Gewone man moet ze altijd helpen. En misschien kunnen we via hem wat meer te weten komen over je vader. Stil, is er weggaan? Ja, goed. Oh, zeg. Het is inderdaad een viking.
Maar het is een jongen, net zoals wij. Dus we hoeven niet bang voor hem te zijn. Oh, zijn gezicht is gloeiend heet. Kijk, zijn hand zit onder bloed. Wat een grote wond. En het is helemaal opgezet. En heel rood. Is bang. Ga jij even wat grote steen maken. Schieten. Dus die kunnen wij wel doen. Als het blijft, is het goed bij ons. Kom maar. Eerst kijken hoe dit de dikke jongen is, en dan vertrouwt hij naar de klant. Hij leeft nog, maar hij is nog steeds gloeiend heet. Hoezo? Wat voor zonnetje heeft hij dan? Je neemt hem mee op onze reis. Ben je gek? Hij is toch wat te zwaar voor je mee te dragen? Waarom denk je dat ik die draag wel mee heb genomen? Daar leg hem op. En zo nemen we mee naar Pikkenland. En als we daar zijn, dan hebben we hem voor je vader. Ik weet niet of ik dat wel kan. Snap je het kan? Die jongens willen meeslepen. We hebben geen keus. Begrijp je dat dan niet? En samen met de fibula betekent hij voor ons extra veiligheid. Kom maar nou zelf. Kijk eens wat er wat voor me. Jij hebt wel een bel. Ja, je hebt gelijk. Het is een bel. Het is toch maar goed te zien. Ja, goed. Waar is bij ons? Volgens mij wel. Ja, van mij dat echt wel aan. Kom op dan. Dank had. Het was hoog tijd dat we weer eens iemand gaan beroven. Ja, dat wordt inderdaad tijd. Mooi zusjes. Vind ik het mooi? Ik zou het op aard kunnen eten. Weet je nog, die monnik die het niet voorbij zegt, die was zelf zo arm als een kerkraad. Ja, dus deze keer gaan we het beter doen. Kom, hier blijven wachten tot de gebraad duizend in onze mond vliegen. Heeft geen zin. Kunnen gebraden duiven vliegen, dank wel? Wij van spreken natuurlijk. Ja, maar wij van spreken, je zegt toch net zelf, gebraden duiven kunnen vliegen? Dat kan helemaal niet. Gebraden duiven die moet je toch eten en zelf in je mond stoppen? Ja, ik hou je kop maar. We gaan. Ik hoor wat. Oh, ik heb zelf goed in mijn pak. Kun je niet eten? Over al uren. Dit raad, dat is een heel klein stukje. Daar is een beekje, daar kunnen we even afkoelen. Het zijn er drie. Eén is gewond en de andere twee, die kunnen we makkelijk aan. Ik pak die gewonde wel, Jana, die andere twee. Wat gaat het? Kom. Ah!
Ja, Bas, blijf er maar af. Hé, hey. Hey, wat is dat terug? Nee. Alweer geen geld. Maar in ieder geval iets te eten. Is er wat? Zoek je iets? Ja, nou, ik kijk of er een gebraden duif in zit en of die misschien kan vliegen. Ja, hou je mond er maar weer en eet. Eet met mijn mond dicht. Zeg het maar, o meesters. Wat kan ik voor jullie doen? Meneer de Fibula, kunt u ervoor zorgen dat onze handen weer vrij zijn en dat die twee daar aan elkaar vast blijven plakken? Uw wil geschieden. Ja, doe je. Ik leef nog. Zie je nou wel wat grote bessen met mij voor hebben? Waar is mijn bel en waar ligt het hier? Hij praat. Wat gaat weten met hem? Nou, laten we maar even naar zijn honden kijken. Blijf van me af. Ik hoef heel niet. En probeer niet de christenen van me te maken op het vermoordje. Hou je gemak, joh. We proberen je alleen maar te helpen. Hij is wel. Ik heb het zin in zijn honden. Gewoon in de tas, hè? Maar goed, ik ben Ludwig. Ho, 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 jongens. Wat is hier aan de hand? Niet zo angstig. Ik kom in vrede en ik zal geen vlieg kwaden. Weer zo sneer gelaten. Met een steek. Hé, hey, maar waarom ben je zo boos? Maar wacht eens, je bent een viking. Ik zie het aan je kleren. Moet opeens brand, dat hij ons geen kwaad doet. Ik ben Ludwig en nogmaals, ik zou jullie geen kwaad doen. God is mijn getuige. En vertel me nu eerst wat er aan de hand is. Hoe komt het dat jullie rondschouwen met de gewonde viking? Wolfgar vertelt alles. En omdat hij de vriendelijke monnik vertrouwt, vertelt hij zelfs van de fibula. En zo zit het. En nou gaan we heen ruilen voor Ivans vader. In Wiggenland. Dus ik ga naar huis? Ja, jij gaat naar huis. Je hebt geluk gehad dat je zo goed bent gezorgd. En ik zou maar een beetje dankbaar zijn als ik jou was. Want deze twee hier heb je van de dood gered. Maar nu weten jullie dat ik Ludwig heet. Maar wat is jullie naam? Ik heb nog geen idee ik vergeten te vertellen, sorry. Ja, ik ben Wolfgar, dat is Inbrand en hij... Ik ben Luik. Ik ben de zoon van Nul. De raadman van de machtige Robbenkarlsing. Ik wil mijn bel terug. En waarom mijn kracht niet zelf proberen te lopen? Ja, nou, die bel die houden we nog even, alleen je mag wel zelf proberen te lopen. Zou ik misschien met jullie mee mogen reizen? Dan kan ik een oogje in het cel houden. Wilt u met ons mee? Zeg maar jij hoor. Ach, ik wilde eigenlijk altijd al eens die kant op. Volgens mij zijn er nog heel wat zieltjes te winnen daar. Kom, geen uitstel meer, laat ons gaan. Op naar Vikingland. En daar gaan ze dan met z'n vieren. Op weg naar misschien nieuwe avonturen. Maar vooral naar Vikingland.
In Staveren zijn de jongens erin geslaagd aan boord van een schip te gaan, dat hij naar Vikingland heeft gebracht. De reis heeft lang geduurd, maar inmiddels is Leif helemaal hersteld. Ach, kijk hier kom is land. Leif. Nu Dreef. Wakker worden. Ja jongens, maar nu zijn we in Griekenland. Leif, je bent bijna thuis. Oh. Wacht, niks doen. Deze mensen hebben mij goed behandeld. Ik ben Leif, de zoon van Ulf, de raadman van de machtige Rurikhalse. Stop en niks doen. Terug hier, terug! Zoek je niet? Kom Wolfgang, we gaan mijn vader zoeken. We hebben geen tijd voor meisjes. Moet je kijken wat een prachtig meisje. Kom nou mee. Ja, nee, kijk dan eens goed. Zoek je niet je vader? Mijn vader niet, zijn vader. Waar is je vader dan? Dat gaat je niet aan. Is hij niet bol? Volgens mij vindt hij een meisje erg leuk. Ik zie niet wat de handen zitten aan dat meisje. Dat meisje is die ik ken. Wanneer hebben jullie vader het laatst gezien? Ja, haar hou je nog maar. Doe ze even normaal tegen haar, hè? Ze wil ons alleen maar helpen. Ik wil het je wel uitleggen, maar niet met die enge kerels daar. Nou, jongens, geen ruzie nu. Misschien kan ze ons wel helpen. Die mannen, dat zijn mijn lijfwacht. Zij gehoorzamen al mijn bevelen. Wees maar niet bang, hoor. Zullen jullie niets doen. Hoe heet je eigenlijk? Ik heet Jarno 4. Ik ben Wolfgang. Dat is Ludwig. Dat is Isbrand. En dat is Luif. Hij is een viking. Een viking? Een van ons. Is hij een gevangene? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Alleen we hebben hem hier gebracht om hem te ruilen voor Isbrands vader. Kan je ons alsjeblieft helpen? Ja, ja, de dokter. Zou jij misschien iets voor ons kunnen doen? Laat mij even nadenken. Ja, ik denk dat ik wel weet waar Isbrands vader is. Hoe weet je dat dan? Ik ben de dochter van Jarl, de hoofdman van de vikingen. Wat? Dan mogen we inderdaad blij zijn. Anders zaten jullie ook in de gevangenis. Kom, we gaan naar de stad. Jullie kunnen Leif nu al vrijlaten. Wacht even. Leif is ons wel aan de doen. Die hebben we nu toch niet meer nodig. Jarl Dottier brengt ons naar Ragnar. Dat lijkt me vrij. Bedankt voor alle hulp, Wolfgang. Jij ook, Isbrand. En jij ook, Ludwig. Ik heb mijn leven aan jullie te danken. En daarom geef ik jullie wel. Kom, we gaan. Ja, heel bijzonder. Is het hier akelig? Ik zou hier niet van willen zitten. Water, spullen en ik denk, poep! Zo snel mogelijk wegwezen. Smerig is het hier, hè? Vader? Vader? Isbrand? 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 Ben je het echt? Wat doe je hier, jongen? Kom, dan neem ik je in mijn armen. Waar gaat het doen? Er zit een vader tussen. Geef me je hand. Je bent het echt. En daar is Wolfgang. Wie is die kerel met die capuchon? En dat meisje daar, dat lijkt wel een viking meisje. Hoe is het met je jong en met je moeder? En Dorenstad? Hoe is het in Dorenstad? Dat gaan we je straks allemaal vertellen. Alleen moeten we je eerst aan deze stinkgevangenis zien te krijgen. Kun jij dat niet regelen, Jan, met je? Ik niet, maar mijn mannen misschien wel. Mannen, maak het zo open. Ja, misschien weet ik wel een oplossing. Ja, natuurlijk! De fibula! Ja, de fibula! Wat is de fibula? En wat kan de fibula wel op mijn lijf wachten op dan? Ja, ik weet niet of je dat wel mogen vertellen. Geheim? Ja, het is een geheim en wij zijn misschien nog geen geheim verhalen. Kom op jongens, Jarl Dottier heeft jullie geholpen. Je kunt haar best vertrouwen. Ja, Isbrand, we kunnen Jarl Dottier best vertrouwen. Ik weet het niet. Mijn zusje kan absoluut geen geheim verhalen. Jarl Dottier is
We moeten tenslotte mijn vader die afschuwelijke steekgevangenen te zijn. Wat heb je? Wat een prachtige broos. Die steen. Zoiets moois heb ik nog nooit gezien. Kijk, zeg het maar, o meesters. Wat kan ik voor jullie doen? Kom jullie. Fabula. Ik bedoel, hoe heet dat in het Engels? Fibula. Die meneer, daar achter de tralies. Dat is mijn vader. We zijn hier gekomen om hem te bevrijden. Maar we krijgen dezelfde niet. Dat is voor mij een kleinigheid. Let op. Vader! Oké. Okay. Vader, we hebben een steen gezien. Een prachtige steen. Zijn prachtig zijn mijn handstukken. Mag ik niks vasthouden? Oké, heel eventjes langs, hè? Wat is dan te merken? Hoe is dan van trots? Misschien handen op de taal, want wacht ik erachter komen dat ik ontsnapt ben. We zijn nog niet daar. Ik dacht dat ik hier zie jij komen met ons mee te gaan. Wat heb je daar niet zin in? Natuurlijk wil ik dat. Ik vind dat als je ergens aan begint, dat je het helemaal moet afmaken. Ga dan met ons mee, Olympier. Zoek een schip met ons. Ik zal je naar de haven brengen, maar daar moet je afscheid nemen. Tot hier breng ik jullie. Morgen komt het schip met handen zwaar. Daarmee kunnen jullie terug. Haal je vannacht de borgen en vertel niemand dat je hebt geholpen. Wij gaan een plekje zien in de nacht geven. Bedankt voor alles. Ik bedank je ook, Jeroen. Als je hebt mijn leven gered, dan ben ik toch nog goed voor die mensen. Jeroen, dat hier, het gaat je goed. Ga je mee, Walter? Ik kom zo. Jeroen, dat hier. Weet je wat er buiten toen op jou bestond? Zonder. Dat is. Ga toch met me mee? Nee, Wolfer, het kan niet. Je weet dat het niet kan. Maar waarom dan niet? Ik zou heus goed voor je zorgen. Ja, dat weet ik wel. Maar nee, Wolfer, ik wil hier, in mijn eigen broek. En jij wil daar, in jouw broek. Mijn vader heeft al een man voor me gekozen. Het is een goede man. Ik zal maar niets ontbreken. Behalve, hij niet van me houdt, en ik niet van hem. Waarom moet je dat met me mee? Nee, Wolfer, ik ben bedankt, maar zoveel moed heb ik niet. Over een paar jaar zal ik mijn zoon hebben. Ik zal mijn vader moeten opvolgen. Dat is mijn lot. Ik ga hem niet gaan trekken. Dus dit is een afscheid voor altijd? Ja, ik wil het. Maar wil ik dat je niet meer kan houden? Altijd blijf willen. Neem deze steen. En maak er een mooie halsketting. Dan zul je elke dag aan elkaar laten denken. Dat zou ik doen. Waar is iedereen? Averhild! Vader! Moeder! Ze zijn te wacht! En ze hebben Racht daar meegenomen! Vader, bent u ook hier? Ik dacht zelf dat ze u ook meegenomen hadden. Ja, ze hebben me meegenomen, maar ik ben beter te ontsnappen. En toen ik dacht, nu is het veilig in Dorenstad, ben ik teruggegaan. Maar jullie waren er niet. En je moeder wist ook niet waar jullie waren. We dachten dat jullie dit overleefd hadden. Maar nu zien jullie terug. We waren zo veel in Dorenstad, maar je zijn niet. Je leeft het er wel. En jullie hebben Racht daar weer teruggenomen. Zoek Ludwig, hij is de monnik. Hij heeft het hele avontuur meegemaakt. Wel, in de Dorenstad, Ludwig. Of dat wat er nog van over is. Maar dat vergeet ik. Alles is goed in de jongens en de dagelijks. Kom, we gaan naar huis. We kunnen ons alle verhalen vertellen. Ik denk dat je heel erg veel hebt meegemaakt. Ja, dat is geweldig. Wat je allemaal hebt gedaan. Fijn om thuis te zijn. Ja, ik denk dat het heel fijn voor je is. Ja. En het is dan een beetje lelijk allemaal, zie je. Maar we gaan het weer opbouwen. Ja. Oh, gelukkig. Kijk, je hebt toch goed. Lekker hoor dat je er bent.
Kom, laten we proberen wat geld te verdienen. Kom dat zien, kom dat zien, de gekleefde tweeling. Om al uw zaak te rollen zonder dat u het door heeft. En u op het verkeerde been te zetten. Spannende verhalen te vertellen. Kom dat zien, kom dat zien. Ja. Wat een jij aardige oude volger. En wat vind je van mij, jongen? Een heel lieve vrouw. Ik hou het ook van moeder af. Hé, moet je daar eens kijken? Of wat onze oude vrienden niet zijn. Daar hebben die jongens die dit ons hebben aangedaan. Wegwezen. Ho, 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 ho. Zeg, kunnen jullie dit niet ongedaan maken? Ja, met op de wonderding. Ja, Wolfer, dat vind ik eigenlijk ook al. Ze zijn nu al genoeg gestraft. Ja, kom op, Wolfer. Pak de fibula. Ja, dat zou ik wel willen, maar... Kom op, Wolfer. Niet zo vreselijk. Nu vlees je nog over. Ja, je moet iets bekennen. Wat bekennen? Ik heb geen steentje niet meer. Wat? Wat vertel je me nou? Steentje niet meer. Ik heb het bij het afscheid en je hebt het vier gegeven. Dus de fibula is niet meer waard. Alleen nog een prachtig sieraad. Wat een stomme streep, Wolfer. Zo, weg met de link. Hebben we toch niet meer gehad. Jullie zitten voor de rest van mijn leven met jou afgeschreven. Ja, zij zo. Kom tot zien, kom tot zien. Ik leef je tweeën. Al die zakken te roeren en nu voor mij is het ook tijd om te gaan. Maar ook ik moet dat bekennen. Maar, je bent een meisje. Inderdaad, ik ben een meisje en eigenlijk heet ik Tilda. Waarom? Wat ik al verteld van de overval van het dorp van de vikingen, dat is allemaal waar. Alleen dat heb ik dat niet als Hendrik meegemaakt, maar als Tilda. Maar waarom heb je je dan verkleed als een jongen? Mijn ouders zijn dood en ik had niemand meer, dus ben ik gaan zwerven. Als jongen heb je het dan veel gemakkelijker. En om eerlijk te zijn, eigenlijk beviel het wel. Op een gegeven moment dacht ik als een jongen, praatte ik als een jongen en liep ik als een jongen. Ik weet eigenlijk niet beter meer en ik zou er weer moeten wennen om weer als meisje te moeten gedragen. Als het niet lukt, maak ik toch gewoon een jongen. Ik denk dat jullie dit meisje een afscheidskind hebben. Tuurlijk, ik vind jullie hartstikke dapper. En nu, vaarwel. Dag Tilda, waar ga je naartoe? Ik denk dat ik maar naar Til ga. Maar als het niet zo is, als daar geen mensen meer wonen die je kent. Kom je dan terug? Ja, Wolfer, dan kom ik terug. Dat beloof ik. Dag Tilda. Doei. Dag kinderen van Dorenstad. Vaarwel. Doei. Doei. En dit, jongens en meisjes, dames en heren, was het verhaal van Wolf Reusbrand. En dit was het verhaal van de fibula. Maar het verhaal is nog niet helemaal verteld. Want 1118 jaar later kwamen er twee jongens naar Dorenstad. Wat inmiddels niet meer Dorenstad heet, maar wij bezuurstegen. Ze wouden zich verdiepen in de historie van de stad. En waar kun je beter zoeken naar de historie dan in de bodem? Ze gingen op zoek. En wat vonden ze? Een broche. Een broche waar een steen ontbreekt. Wij kennen nu de geschiedenis van die ontbrekende steen. Of we kennen hem niet. Maar zo zou het gebeurd kunnen zijn.